Ik heb dus alles gekeken en ik ben vanochtend begonnen. En tegen 12 uur begon ik zo te verlangen naar een kiesdrempel. Mm. Want je krijgt al die kleine kutpartijtjes, die hebben allemaal zo'n schreeuwlelijke te staan. En met die meneer van Denk. Van Baarle. Van Baarle. Kijk, als je nou voor integratie bent, dan moet je niet Denk oprichten, wat eigenlijk alleen voor Turk en Marokkanen is. Ja, maar dat is een democratische vrijheidsrecht. Ja, die hebben ze, maar dan is er geen sprake van welke integratie dan ook. Maar dan krijg je Jimmy, wat je zelf liet, mevrouw Koekoek. Er stond een juffrouw van de Partij van de Dieren uit de nek te lullen. En dan komt Baudet nog een keer naar beneden en dat ging dan over gezichtsbedekking. Maar die was dan van mening maar dat toch moet toe. Van Baarle, die heeft het op een gegeven moment over onversneden moslimhaat, heeft hij het over. Hè? Ja. Dat is best pittig. En dan gaat Eertmans van Jij 21 gaat daar keihard op in. We staan internationaal te kijken en de heer Van Baarle heeft het over een Palestijnse vlag die naar beneden wordt gehaald. Er zijn Joden die zich moesten opsluiten in een hotelkamer, omdat ze bang waren dat op de deur werd geklopt. Hoe diep kan u zinken en hoe zou u zich moeten schamen voor de woorden die u hier spreekt? Gaat u zich gedragen, meneer Van Baarle? Heeft u enig begrip wat er is gebeurd en in welke verhouding dat staat? Het agressieve slachtofferschap wat de heer Van Baarle uitdraagt leidt elke dag tot het opstoken van zijn eigen achterban tegen Joden. Hij verergert het probleem. Sterker nog, Van Baarle is het probleem van Nederland. Voorzitter, tot slot. Zet gelijk dat doelwit op mijn voorhoofd zodat mensen erop kunnen schieten. Zo. Toch is dit wel een teneur waar we met maar hij had groot gelijk. Ik zat me de hele dag al aan die schreeuw lelijk te ergeren. Een hele agressieve wijze van spreken heeft hij. Onsympathiek, straalt niks uit. Die komt alleen maar zijn stokpaardje bereiden en vervelend doen. Maar de democratie is er wel op gebaseerd dat je alle stemmen mag horen. Dat is het nadeel van de democratie, dat je dit soort gekken ook cadeau krijgt. Ja, maar anders krijg je die onvrede buiten het parlement, Johan. Ik heb ook liever die partijen in het parlement. Ook al erg ik me ook dood aan Van Baarle. En ook al vind ik dat hij polariseert juist, terwijl hij altijd anderen verwijt te polariseren. Maar hij en zijn partij zijn permanent aan het polariseren en splijten de samenleving echt, vind ik. Maar ja, als je die buiten de samenleving hebt, dan gaat het daar broeien, weet je wel. Dat is ook kwalijk. Dat denk ik ook dat gevaarlijker is. Maar iedere vergadering duurt door die splinterpartijen 3 tot 4 uur langer. Die mogen maar interrumperen, Sam. Ik snap dat niet. Een hele slechte voorzitter vandaag. Ja, dat was van de leeuw. Die kon er helemaal niets van, die man. Ja. Was je echt boos, hè? Ja. Nee, maar kijk, de PVV heeft geen goede ministers geleverd, vind ik. Daar ben ik niet van onder indruk, maar wel een hele goede kamervoorzitter. Bosma was ziek vandaag, begreep ik? Bosma was ziek. Dus ja, van de Lee van de Partij van de Arbeid. Nou, die kon er helemaal niets van.